Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en wij zijn vandaag bij de geboorte van een konder en wel een Arivac konder. We zijn nu in het begin van de fabriek en hier komen onder andere de pendelstellen binnen. Dit is een Clearance Plus. Oké. Dus die machine is in hoogte verstelbaar. Gewassen zoals zonnebloemen, mais. En hoeveel meter kun je dan zo'n machine rijden? Tot 2 meter. Okay. Nee, dan moet jij straks even over mij heen rijden, denk ik. Ja, ik ben zo ongeveer 2 meter. Weet? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat is mooi. Gaan we doen. Dat gaan we uitproberen. Dat vind ik wel een mooie test. Dat vind ik nou echt een heel goed idee voor jou. Het beste idee vandaag wat jij nou vandaag gezegd hebt. Nu zie je dus voorbeeld van een set en alles wordt hier echt per machine aangeleverd. Dat er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden en de onderdelen echt op basis van machine aan worden geleverd. Nou, hier zijn we bij de bomenafdeling aangekomen. Hier worden dus echt de bomen opgebouwd, helemaal in elkaar gezet. En dat kan eigenlijk elke type boom zijn. Dat kan bij wijze van 24 meter zijn, maar ook de bomen van 54 meter. Airflow Plus, Hightech Air, dat wordt hier gewoon volledig in elkaar gezet. We zijn nu in het gedeelte van de fabriek aangekomen waarbij echt per station wordt gewerkt. Hier wordt bijvoorbeeld in de motor in elkaar gezet. Daarna volgt de tank, de cabine, er wordt verder pendelstel afgemaakt. En op die manier wordt er heel efficiënt gewerkt. En steeds systematischer om daarna door te gaan naar de lijn. We zijn nu bij de lijn aangekomen en hier zie je echt dat de machines stuk voor stuk worden opgebouwd. En aan het einde, maar elke fase, een stuk verder zijn. Dan hebben we wat motor erin gezet, wordt alles aangesloten. En daar zie je de machine gewoon letterlijk zo de deur uit rijden. Welkom in de testhal van Arivac. Op dit moment is het seizoen waarbij wij superveel machines gaan afleveren. Dus al deze machines staan nu klaar op een klant te wachten. De machine is 11 meter lang, dus het gaat netjes over de rotonde. Anderweg kun je ook videobesturing aanzetten? Nee. Ik kan wel, maar dan is de snelheid niet beperkt. Dan moet je met rijhendel rijden. Rijden ze de gas eraan. Met een 25 haalt zakt de motor nu al maar 2,59 euro. Is dat natuurlijk wel zo? Ja. Tot 2 meter extra bodemvrijheid creëren. Zeg maar. Ja, kijk maar hoe over nu zit ik op zo'n plan. Ik ben benieuwd of we over Gerard heen kunnen rijden. Hij had toch wel een beetje zin gemaakt. Nou, vond je het ook een hartstikke leuk filmpje? Geef me even een dikke duim. Wil je nou nog meer testritjes zien? Geef het even door in een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Was die nou in één keer goed? Heb je nou voor het eerst in één keer goed het lapje tekst uitgesproken? Wat? Niet weglopen, Victor. Wat? Geef eens toe. Dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer dat het goed was? Ja, de eerste keer in één keer goed. Nou, perfect.